Het Europese energielabel wijzigt. Het nieuwe label geeft een duidelijk beeld van de energie-efficiëntie van een product bij aankoop, waardoor het eenvoudiger wordt om energiezuinige keuzes te maken. De huidige schaal van het label, van A++ tot G, wordt aangepast naar een eenvoudigere schaal die gaat van A, meest efficiënt, tot G, minst efficiënt, waardoor het makkelijker wordt om producten te vergelijken. In 2021 krijgen 5 productgroepen een nieuw label. Koelkasten, vaatwassers, wasmachines en wasdroogcombinaties, elektronische schermen en lampen. Het nieuwe label zal afhankelijk van het product tonen hoeveel elektriciteit een toestel verbruikt en zal in tegenstelling tot het oude label ook bijkomende info geven over andere parameters via intuïtieve pictogrammen en een nieuw innovatief element, een QR-code. Het Europese energielabel bestaat al sinds 1992. Doordat de technologie is geëvolueerd en aanzienlijk is verbeterd, is het tijd voor een update. Voor 5 productcategorieën wordt het label aangepast en geactualiseerd. Koelkasten, ook diepvriezers en wijnklimaatkasten, vaatwassers, wasmachines en wasdrogers, elektronische schermen zoals tv's en computerschermen en lichtbronnen. Het nieuwe label zal worden toegepast op 4 productcategorieën vanaf 1 maart 2021. De labels voor LED-verlichting wijzigen vanaf 1 september 2021. Het nieuwe label is makkelijk te lezen en te verstaan dankzij een intuïtieve afbeelding, het gebruik van kleuren en een QR-code die nuttige bijkomende informatie geeft over het product. Koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten, wasmachines en wasdrogers, vaatwassers, tv's en computerschermen moeten vanaf 1 maart 2021 herlabeld worden, zowel in fysieke als online winkels, met een overgangsperiode tot 18 maart 2021. Toestellen met een oud energielabel die voor 1 november 2020 op de markt zijn gebracht, mogen tot 30 november 2021 verkocht worden. Lichtbronnen moeten voorzien zijn van het nieuwe label vanaf 1 september 2021, zowel in fysieke als online winkels, met een overgangsperiode tot 28 februari 2023. Sinds 1 januari 2019 zijn leveranciers verplicht om informatie over hun producten in te brengen in EPREL, de Europese productdatabank voor energie-etiketering, voor ze het product op de Europese markt kunnen verkopen. Heb je een vraag? Surf naar de BELT-projectwebsite en neem contact met ons op.